het centrum van Heerlen staan wij voor Residentie De Veste. Een nieuw project met allerlei luxe appartementen. En de allereerste kopers hebben zich al gemeld. We gaan eens even kijken. Nou, Maurice, makelaar bij Ruiters. Ja. Dus ook onderdeel van de verkoop van deze woningen hier. Klopt. Hoe heet dit project? Het project heet Residentie De Veste. Het deel waar we nu verkopen bestaat uit 10 appartementen. Het gaat vanaf 149 vierkante meter. Het merendeel van de appartementen zijn 177 vierkante meter en 219 vierkante meter. Okay, dat zijn niet de standaard de woonoppervlaktes? Nee, dat zijn niet de standaard woonoppervlaktes. Het feit is dat heel veel mensen uit toch wel wat grotere woningen een stap willen doen naar een appartement, maar niet naar een appartement van zeg gemiddeld 100, 110 vierkante meter, maar wel naar ruimere appartementen willen gaan. Dan is dit een unieke kans. Hè? Nou, de heer en de mevrouw Welling, allereerst proficiat met de aankoop. Dankjewel. We staan nu, ja, we hadden het net al even erover, een beetje badkamer. Dit zal ongeveer de badkamer gaan worden, ja. Want het is nog leeg. Ja. Maar voordat we het daarover gaan hebben, vanwaar deze locatie, meneer? Nou ja, ik zag op een gegeven moment een advertentie van Ruiters dat dit omgebouwd ging worden van kantoor naar appartementen. En toen ik de oppervlakte zag, dacht ik van, nou, dat is wel heel mooi. Zo'n oppervlakte vind je bijna niet, zeker niet in de stad. En nou ja, je gaat ook een beetje nadenken over de toekomst. Stel, het mooie is dat alles gelijkvloers is. Dus het is inderdaad wel makkelijk als je straks niet meer zou kunnen. Trappen lopen bijvoorbeeld. Ja, dan voor de oude dag. Ja. Een beetje de doelgroep, de mensen die vanuit een grote woning komen, die hebben natuurlijk ook veel spullen, maar die hebben ook behoefte aan de ruimte, ruimtelijkheid. Ja, je ziet inderdaad, de vraag is hoofdzakelijk inderdaad toch de 55-60-plusser. Neemt niet weg dat we inderdaad nu ook in gesprek zijn met een jong koppel, die gewoon met z'n tweeën een hele drukke baan hebben en wel de ruimte willen hebben. Die zouden in principe ook naar een vrijstaande woning kunnen gaan, van 4,5 of 5 ton, maar we bewust voor kiezen om naar een appartement te gaan voor het comfort. Hè? De winkels dichtbij, het station dichtbij, klaar voor de toekomst. Hè? Het wordt helemaal gasloos gebouwd en een energielevel A. Ja. Mevrouw, jullie hebben nu een woning in Schinnen. Schinveld. Ja, wij wonen in Schinveld. Een vrijstaand huis met een tuin en alles. Ja. Dat is hier wat minder tuinonderhoud. Ja. Ja. Is dat ook een bewuste keuze daarom? Ja, het is eigenlijk een bewuste keuze, want wij willen ook nog wat reizen. We hebben ook nog elders een appartement. En doordat wij veel weg zijn, heb ik gewoon heel veel een tuinman nodig. En de keuze was eigenlijk van ja, de tuin weg, een grote loggia. En de deur achter je dicht kunnen trekken zonder dat mensen zien dat je weg bent. En om hoeveel woningen hebben we het nu die nog in de verkoop zijn? We hebben deze fase betreft 10 appartementen, waar er 2 definitief verkocht zijn en 4 harde opties zijn. Nou, de bouw gaat starten. Zien bouwen doet verkopen. We hopen ze inderdaad voor oplevering allemaal verkocht te hebben. Dus de woning in Heerlen Centrum. Er staan nu nog wat gebouwen hier buiten. Ja, maar, die gaan verdwijnen. Dat wordt afgebroken. Dus we kijken straks op een parkje. Ja. Dat is op zich ook wel. Ik heb het toch een beetje groen. Ja, inderdaad, om ook uit te kijken. Ja. Ja. Nou, jullie stralen er helemaal van. Ik wens jullie ontzettend veel succes toe. Dankjewel. En we zien jullie graag over een jaar terug. Ja. Te kijken hoe het eruit ziet. Ja, dat zou leuk zijn. Succes. Ja. Prima, dankjewel. Dankjewel.